kleine disclaimer. Het geluid van Simon is niet helemaal perfect. Dit komt namelijk omdat wij door het coronavirus niet bij elkaar konden zijn. We hebben dus besloten om met elkaar te bellen. En dat is dus ook de reden waarom dat haargeluid niet helemaal fantastisch is. Maar ondanks dat wil ik jullie heel veel plezier wensen bij deze aflevering. Doei! Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Vandaag zijn we in de cave samen met Siren. Hallo! En inderdaad, we zijn in een cave. Ik ben gisteren met haar zonder op te nemen naar de cave gegaan. We hadden eventjes diamonds nodig en zo. Dus daar zijn we nog steeds. Oh. Ja. Ja, dus we gaan lekker verder met de diamonds vinden. Welke kant gaan we eigenlijk op? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want de vorige keer, toen hadden wij een heel stuk nog niet ontdekt. Dus ik weet niet welke kant dat op was. Volgens mij is het niet hier, want hier... Ja, hier kun je wel naar boven. Oh, ik kom even naar je toe. Hé, waar kun je naar boven? Ben jij over die lava ingelopen? Oh, je bent daar. Nee, ben je. Jee. Ja, waarom kunnen we praten? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Oh ja, ik wil trouwens wel alvast zeggen, binnenkort kan ik even geen video's maken. Want ik moet binnenkort mijn verstandskies laten trekken. Dus dan kan ik niet meer praten en niet meer eten en zo. Dus ja. Wat wilde je zeggen? Niet echt veel. Ik heb tijd geleden. Ja, jij weet het natuurlijk al. Ja. Alleen hun nog niet. Ik heb een tijdje geleden ben ik ook naar de dokter geweest. Ja. En ik had ontsteking aan mijn teen. En had ik eerst een medicijn voor meegekregen. En toen had ze dus gezegd van ja, als de medicijnen niet werken, dan moet je terugkomen. Want dan moeten we die ontsteking eruit halen. Ik was daar zo bang voor, hè. En echt waar, een week lang helemaal druk gemaakt. Ja, alleen op een gegeven moment deed het zoveel pijn dat ik op een gegeven moment wel, ja, dat op een gegeven moment wel echt eruit moest. Ja. Zo erg. Ja, toen hebben ze met geurverdoving gesprekken, hebben ze die eruit moeten halen. Kerm. Ik vond het echt niet leuk. Nee, dat snap ik. Maar ik heb nu wel geen pijn meer. Ja, nou ben ik nog aan de beurt. Ik moet twee keer, jongens. Ik moet twee verstandskiezen laten trekken. 24 december en 13 januari. Dus tussen die tijd en misschien na 13 januari kan ik eventjes niks filmen. Maar dat snappen jullie denk ik wel. Ik denk dat ik wel een idee heb. Nou, vertel. Als jij daar niet meer kan praten, wat dan als ik gewoon een keer... Ja, dat kan wel, maar dan moet je wel kijken hoe je dat wil gaan doen. Oh. Ja, daar ga ik op wel kijken. Ik had net trouwens een split gevonden. Ja, dag. Ja, hier volgens mij. Ja, ik was net onder. Hé, waar waren wij? Ik was ergens. We waren niet naar beneden. Volgens mij was het wel die kant op, ik weet het al niet meer. Oh. Ik wil even de water weghalen hier. Oh joh, hey, hier is nog een heel cave systeem joh. Ja, hier, ik heb hier ook al iets. Maar ik denk dat alle mensen ondertussen ook weten dat de coronamaatregelen strenger zijn geworden. Ja. Oh, dat gaat niet goed. Oh. Wat had hij even gezegd, joh? Weg. Woe! Oh, ik lag. Nou, nu gaat het nog goed in ieder geval. Ik lag ook een beetje, maar...
Ja, ik lag nu wel een beetje, maar ik hoop dat het zo weer weg is. Zo, nou, het gaat. Oh, spin. Ik schrok. Oh, jongens. Auw. Ik merk heel vaak, ik ben echt iemand die echt niet zo gauw schrikt of zo, maar ik schrik gewoon als andere mensen schrikken. Yo, ik weet niet of je mij ondertussen al kent, maar ik schrik overal van. Ja, dat weet ik ondertussen wel. Helaas, voor iedereen, ja, is het dat de coronamaatregelen strenger zijn geworden, vuurwerkverbod en in de restaurants. Auw, oh my god, drie skeletons hier, help! Oké, daar kan ik aan, kom op. Oh, ze maken elkaar af. Ze maken elkaar af. Nou ja, als het zo. Ik moet hier weg. Help, ik ben naar beneden gevallen. Oh, nou is er één skeleton dood. Oh. Ik Ik ben zie achter je. zoveel kop. Achter je. Ik weet niet eens meer waar wij zijn eigenlijk. Oh, Dat weet ik creepy. ook. Staat daar nou een skeleton om de hoek? Oh nee, is gewoon licht. Ik heb nu alweer honger. Wat is dit? Ja. Joh, we weten alles al van elkaar. Gewoon zin om gewoon dat restaurant open gaan. Ik woon echt Tevreden. 100.000 keer burgers pakken van resto. Ja. Gewoon onbeperkt kipburgers van de restaurantjes. Oh man. Mensen zijn zo erg daar uit eten en op vakantie gaan. Ik heb ook al tegen mijn vriend gezegd, als alles weer open gaat daar, dan ga ik echt gewoon meteen op vakantie boeken. Ik ga gewoon het land uit, ga echt naar het buitenland leren. Gewoon, oké, mensen, de grenzen zijn open. Jij zo, ja, kom maar gaan. Wow, creepers gaan naar het hart in één keer. Lekker naar het strand toe en gewoon. Oh, cocktailtje bij. Lekker. Ik moet een nieuwe pickaxe hebben. Nieuwe Joh, pickaxe. volgens mij lag ik echt heel erg, want ik zie jou hier gewoon nog hangen. Ja, ik gemeen. Ja, ik denk dat ik er ook uit word gegooid. Ja, ik er dadelijk ook, denk ik. Oh nee, je beweegt weer. Oh, wow. Ja. Wow. Oh. Ik werd heel even geteleporteerd. Ja, ik ook. Ja, nou doe ik het denk ik weer. Ja. Ja, ik ook. Hè? Want dat. Oeh, ik viel bijna naar beneden. Hey, maar lieve schat, heb jij fornuizen? Furnissen? Chips, die hebben we in dat hokje. Hebben. Of nee, een ander woord. Heb jij crafting table? Die hadden wij de vorige keer allemaal gemaakt, maar die heb ik toen laten staan. Oh, verdomme. Hier. Ik heb gewoon hout en steen bij. Hoeveel furnaces moeten we hebben? Oh, ik heb er al twee, maar niet uit. Ik heb echt veel te weinig kool. Wacht even. Oh, hier is dat plekje waar jij die toren hebt gebouwd. Handig. Ja, we hadden. Tenminste, ik had de vorige keer. Had ik. Buiten de kamer om had ik mijn pickaxe. Had ik Fortune erop gezet. Want ik had zo'n boekje nog. En dat was Fortune 3. Dus ik heb Fortune 3. En nou heb ik ondertussen. We hebben twee keer diamonds gevonden de vorige keer. En nu hebben we er dus 19. Alleen ik heb geen Verschil. stickjes. Moet je sticks hebben? Ja. Hier. Dank je. Want dan kan ik even kool hakken. Ja. Dan kan ik de rest aanzetten. Ik wil die hebben, daar. Dit is allemaal iron, maar we laten liggen. Moeten we wel meenemen.
Ik heb zoveel zin in die nieuwe update. Echt wauw. Ja, ik wil die ook graag zien. Alleen maar hier, mij lijkt de monster ook alweer. Oh, is het helemaal donker gemaakt? Nee, dat monster die zit dan in die caves en die reageert op geluid. Dus als jij. Kijk, als je net als. Kijk eens naar mij. Hier, als ik zo loop, dan hoort hij je niet. Maar als je zo loopt, dan hoort hij je wel. En dan valt hij je aan. En hij hit jou 2 keer en je bent dood. Dus, dat is een lekker vooruitzicht. Ik heb trouwens ook het idee dat die monsters elke keer maar sterker worden weer. Niet dan? Ja, ik denk dat ze daar meer doen van... ja, ik weet niet, om Minecraft te veranderen, denk ik. Ja, want ik weet nog wel, in 1.9 volgens mij, die update toen... echt al een aantal jaar geleden. Maar toen werden dus in 1 keer de creepers sneller, de skeletons sterker. En nu komen er dus allemaal beesten bij die zo sterk zijn. En dat is gewoon niet normaal. Want dan heb ik nog een voorbeeld. Net als in de Nether. In die 1.16 Nether update, zeg maar. Dan kwam zo'n zwijn. En dat zwijn raakt jou 1 keer en je bent gewoon dood. Dus moet je echt voor oppassen. Ja. Ik heb een tijdje geleden met mijn vriend. Mijn vriend die ging ook Minecraft spelen, maar die zei ze van. Ja, die weet zeg maar niet zo heel veel van Minecraft. Dus die weet al die updates zeg maar niet. En die snapt dan nooit wat hij dan moet doen. Die snapt zeg maar ook niet dat als je een Pac-Man slaat of een Big Man slaat, dat al die Big Mans op je afkomen. Ja, dat snapt hij gewoon zeg maar niet. Oh. Dus dus die ging dus naar de park toe. Gewoon lopen. En die zei, kijk, wat een lelijk ding. Ja, dat ding, dat valt je gewoon aan. Dus die was meteen op de dood. Ja, ja, dat geloof ik. Oeh! Ik vond echt waar kwam hij vandaan? Oeh, joh, er kwam een lekkere creeper aan. Waar kwam die vandaan, joh? Ja, die komen van overal. Ik wou zeggen, want hier beneden staat er ook één. Ik kan hem alleen niet hitten, want... Hij rent tot de tweede. Kom dan. En dat was de tweede. Ik ben trouwens wel echt blij dat ze zo'n update hebben gegeven over al dat water toen. Weet je wel, dat water toen mooier werd. Ja. Dat is een superleuke update. Gewoon met allemaal visjes en zo. Dat maakt het dan net wat realistischer of zo. Is dat wel mooier? Ja, inderdaad. Ja, ondertussen zijn wij aan onze opleidingen begonnen. Ja, zo goed als. Ja, zover dat het kan. Ja, inderdaad, want zoveel kunnen we niet... Oh, help. Woe. Oh, ze zijn allebei dood. Wauw. Ik moet trouwens even die ovens niet uit het oog verliezen, want dan... Huh? Ik ren alweer alle kanten op. Ja joh, tuurlijk. Zag je dat? Ja, ik ben even hier bezig, dus... Ik wilde hierin springen, maar ik sprong zo dat gat in. Wauw. Ja, we zijn echt heel uitgebreid met onze Minecraft-wereld. Ja, ik zal straks wel even laten zien als we weer naar boven gaan. Ik denk niet dat we nog heel lang hier blijven hoor, maar... Nee, ik denk dat ik nog een paar dingetjes... zoeken ben dan dat ik eigenlijk alweer naar boven wil. Ja. Ja, want we zitten hier zelf al best wel lang. Ik bedoel, de kijkers zien het dan niet zo heel lang, maar wij toch wel redelijk lang. Ja. Hier misschien. Oh. Dan vergeet die dingen niet. Er zitten hier 2 creepers. Oh. Ja, oké. Okay. Oplof maar. Doe maar boom. Nee! Oeh! Oeh! Hoe hard ik kan schrikken, joh. Dat is niet normaal. Zo.
Oh my god, ik dacht even dat ik een spanner had, maar dat was gewoon dat witte steen. Oh, ik dacht dat ook. Oh. Zo verleidelijk. Wij zijn volgens mij pas maar één keer een... weet dat nou? We zijn maar één keer zo daar tegengekomen, weet je wel, met die cobblestone en dan met die kisten erin. Weet dat nou? Een spanner, dat zocht ik. Noep. Nou, ik pak de spullen en dan... Oh, gaan we naar boven. Ja. Ja. Oh, het is hier echt gewoon, je moet hier goed springen, anders leg je zo weer beneden. En dan zal ik daar eens boven laten zien wat we hebben en even alles weer dumpen, want ja, we hebben toch best veel spullen nu. En de rest van mijn spullen die smelt ik boven wel. Ik moet eerst even nog boven de weg zoeken. Ja. Weten we de weg nog terug? Nee. Volgens mij is dit het goede, want nu komen we naar boven. We hebben trouwens gisteren, dat is voor ons 3 december geweest, hebben wij in de Nether een soort van huisje gemaakt. Even kijken, volgens mij moeten we de andere kant op. Nee, ik weet nog even hier ergens vandaan. Ja, ik heb het. Oh, echt? Oh. Ja. Huh? Ja, jongens, we hebben al zoveel gemined hieronder. Vooral deze plek, zeg maar, dat we gewoon... Hè? Huh? Waar dan? Oh, daar! Oh, het is donker. Oh, fijn. Ja, je hoeft alleen maar helemaal recht door te rennen. Dan ben je gewoon thuis. Dus, thuis. Mm-hmm. Wacht op mij. Maar hey, merk je ook al dat ik niet meer zo heel bang ben voor monsters? Ligt eraan. Nou ja, nee. Ik schrik nog wel. Kom. Godsamme. Dus laat ik zo zeggen, het is wel minder dan de eerste keer. Ja, dat zeker. Oh, fuck. Nu lig ik in het water. Handig. Oh, we moeten naar boven. Ah. Oh, nee, element. Ik haat elements. Zo, we zijn thuis. Phew. Oh, man. Ik ben er die element aan. Help. Oké, eerst even alles dumpen. Even kijken. Iron. Oh, dat was het al. Oké. Okay. Even kijken. Hout. Dit. Je moet je kijken hoeveel iron we hebben. Even serieus. Huh. Ja. Oh. Is toch niet gezond? We hebben gewoon een stack iron blocks en 2 stacks iron ingots. Huh. Ja, dat was het. Nou, waar willen we afsluiten? Ik woon hier. Ja. Dit was ons begin. Hier zijn we letterlijk begonnen. Echt? Ja, nou, dat is het. Nee, hier zit. Dit was ons eerste huisje. Kijk, deze gang. Daar zat volgens mij de chester room, volgens mij, toch? Nee, we hadden toen alleen maar echt letterlijk gewoon hier kisten staan. Oh ja. En hier is de furnace. Grappig. En nu, ja, heeft Janiek hier een heel gangstelsel gemaakt naar die kant. Zo naar het andere huisje. Mensen, bedankt voor het kijken allemaal. Doe zeker even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet zeker ook niet even te abonneren op mijn kanaal. Dan mis je helemaal niks. Vergeet ook niet het belletje aan te zetten. Dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe video online komt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!